Deze webinar maakt deel uit van een serie over cyberincidenten. In dit deel kom je te weten hoe en waarom je kan monitoren en loggen. Door te monitoren en te loggen krijg je zicht op de toegang en activiteit van de gebruikers in je IT-omgeving. Je kan het vergelijken met het registreren van de aankomst en het vertrek van medewerkers op kantoor door middel van een badge. Hetzelfde gebeurt op een computer, server of cloudsysteem. Elk bezoek door een interne of externe gebruiker en elke activiteit kan je bijhouden in een logboek dat wordt afgekort tot log. Deze gegevens zijn interessant als je te maken krijgt met een cyberincident of aanval. Je kan verschillende gegevens loggen. Bepaalde basisgebeurtenissen worden standaard bijgehouden, maar deze logs verschaffen niet altijd genoeg informatie bij een aanval. De logs die je zeker moet verzamelen zijn alle loginpogingen van laptops, pc's, de server of de cloud. En ook alle accounts die aangemaakt of gewijzigd worden. Een eigen account aanmaken is immers de gemakkelijkste manier voor een aanvaller om binnen te blijven. Er zijn ook iets geavanceerde logs. Zo zijn er de verbindingen die computers in je netwerk met het internet maken. Je kan dit bijhouden door firewallverkeer te loggen of logs die servers maken op te slaan. Je kan nieuwe diensten die geïnstalleerd worden loggen, als ook domain name system requests en de logs van bepaalde commands die in een terminal worden ingegeven. Afhankelijk van de aard van je organisatie kan je ook specifieke acties loggen. Sommige acties die in een database gebeuren zijn interessant om in het oog te houden, zoals grote extracties, grote wijzigingen of downloads. Wanneer specifieke applicaties gebruikt worden, bijvoorbeeld die je webshop ondersteunen, houd je hier ook best een log van bij. Het instellen van deze geavanceerde log slaat je over aan een IT- of security-specialist. Maar je bent natuurlijk niet veel met logs als je ze niet in het oog houdt. Een regelmatige evaluatie van de logs zorgt ervoor dat je leert wat normaal en wat abnormaal is in je netwerk. Zo zal je verdachte incidenten sneller opmerken. Als er dan een aanval plaatsvindt, kan je op zoek gaan naar waar en wanneer de infectie gebeurde. Na een incident is het aangeraden om elke week of zelfs elke dag de logs te bekijken. Als je geavanceerder te werk wil gaan of als je een groot netwerk hebt, voeg je al deze logs best bij elkaar en automatiseer je ze. Je kan dit doen door security tools en event monitoring tools aan te schaffen om het proces te automatiseren. Ook wel security information en event management technologie of SIEM genoemd. Als je de kennis hebt, kan je hier zelf mee aan de slag. Of je kan de security-experten inschakelen van een SOC of Security Operations Center. Als je effectief iets abnormaal op je netwerk ziet, geeft de webinar over het stoppen van aanvallen meer raad. Monitoren en het verzamelen van loggegevens is belangrijk om een zicht te hebben op je systemen voor, tijdens en na een cyberaanval. Het is een noodzakelijk proces als je cyberveiligheid serieus wil nemen. Je kan veel verschillende informatie loggen. Belangrijk is om de logs die je verzamelt ook te analyseren, zodat je cyberaanvallen snel kan opmerken. Ook na een cyberaanval leveren loggegevens belangrijke informatie over die aanval. Loggen en monitoren zijn noodzakelijk als je cyberveiligheid serieus wil nemen.